Paul van Bruystegem is in het Antwerpse concertcentrum Trix druk met opnames bezig, maar veel rust wordt de boomlange bassist niet gegund. Sinds vanochtend staat zijn telefoon roodgloeiend van ongeruste rockfans die vragen of het concert van Triggerfinger zaterdag op Rock Werchter niet kan verschoven worden. Want rock of voetbal, dat is een dilemma. Het is geweten dat echte popsterren, dat zijn sportmannen. Daar komt de Rolling Stones nog niet van in de geburen. Alleen een Pele of een Eddy Merckx in een tijd zelfs. Dat kunnen wij niet aan doen. Herman Schuurmans laat weten dat de timing van Rock Werchter blijft zoals ze is en dat er elders op de wei naar het voetbal kan gekeken worden. Maar Triggerfinger wil natuurlijk liever niet voor een lege wei spelen. Lange Pollen pleit er daarom voor de match uit te zenden op de schermen van het hoofdpodium. Ik spreek voor mezelf, ik kan niet in andere jongens in plaats beslissen, maar ik zou dat niet erg vinden. Het geluid af natuurlijk, geen journalist die er tussendoor zit te roepen van goal, dat zullen ze dan wel zien ook. En wij doen de soundtrack bij de match gewoon. Wow, waarom niet? Waarom niet? Dat is een keer iets anders gewoon. Hè. Ik ben pro. Nu ga ik waarschijnlijk weer op matchen geroepen worden, maar ik ben voorstander gewoon. Zo staan de Antwerpse rockers misschien niet zelf in het middelpunt van de belangstelling, maar maken ze wel iedereen gelukkig, de muziekfans en de voetbalsupporters. De Belgen winnen en Triggerfinger ook. Absoluut, dat wij winnen is al zeker gewoon. De Belgen, dat gaat nog moeten bewijzen. Hè? Nee, dat komt allemaal goed. Een bekende song van Triggerfinger heet niet voor niets Perfect Match. En dat moet het zaterdag worden.